Welkom terug bij GTA 5. Het is een lange tijd geleden, maar we zijn hier in first person. Het is echt heel lang geleden. De laatste upload, en dat was niet eens de laatste keer dat ik gerecord had, was anderhalve maand geleden. Ja, ik had nog wel een special van GTA 5. Maar dat is ook iets van anderhalve maand geleden of zo. Dus het is even geleden. En ik moest net even terugkijken waar we waren gebleven. En de vorige aflevering was de minisub. En dat betekent dat hier de Meriwether Heist is. Nou, weet ik niet of het heel verstandig is om dat nu te doen. Maar ja, daarom doen we het natuurlijk. Had ik deze echt niet al gedaan? Oh wel. Nee. Laatste aflevering was de minisub. Dus dat was de heist setup eigenlijk. Dus ja, laten we naar de ammunition gaan voor eventuele wapens. Hier is er één. Waar zijn ze? Laten we naar deze gaan. Alright. Oh. Didn't select. Come on. Oké, let's go. Serieus, politie voor het stelen van een auto. Wat is dit? It's Grand Theft Auto. Come on. Don't be like this. Alright. Ik heb nog steeds politie. Ja, we gaan dit steegje wel in. Ja, dat past precies. Ik zie nergens politie op de map, dus. Vraag me af hoe ze me ooit kunnen vinden dan. Kom maar op. Oeh, een kat. Een kat. Pushen. Seriously, politie. Kom op. Yeah, thank you. Oké, we zijn er bijna. Here we are. Oh, aan de overkant. I get it. Hoeveel geld hebben we? Aardig. Niet heel veel. Volgens mij zit alles in aandelen. Let's have a look. Mijn portfolio. Apparently not. The fuck? Hij laat de website niet ofzo. That's weird. Oké. Het zal allemaal wel. Dan weet ik even niet waar mijn geld is. Armor. Waarom? Ah, there we go. Laten we gewoon heavy armor nemen. Oh no. Now don't get too crazy with that, you hear? What do we need? Heavy sniper. Alright. Scope hebben we. Yep, it's all good. Wat hebben we nog meer nodig? Shotgun is altijd handig. Met een shotgun met een suppressor. Ja, hoor.
Dat klinkt logisch. Ik denk dat we wel genoeg hebben en alleen nog even Assault Rifle. Deze. Oh, ik heb hem. Ik had hem blijkbaar nog niet. Oh wel. Nu wel. Misschien die nog. Oh, die had ik al nog niet. Ik denk dat ik ze heb, maar blijkbaar niet. En ik heb nu geen geld meer. Dat is een probleem. Ik wil een musket. Oké. Get out of here. We gaan een heist doen. Wow, oké. Okay. Ik had laatst wel Red Dead Redemption gespeeld, dus ik wilde serieus op de D-pad klikken, zodat mijn auto naar me toe kwam. Zoals dat met je paard gebeurt in Red Dead Redemption. Oké, een waypoint naar de heist. Niet zo ver. There we go. Go, 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 go. Geen politie deze keer, dat is mooi. Nee, blijf. Oké, moet hier naar rechts. Handbrake turn werkte niet zoals ik het zou willen. Maar bijna, maar net niet helemaal. Alright, we zijn er bijna. En dan gaan we beginnen aan de Meriwether heist. Volgens mij gaan we dingen opblazen. So that's interesting. Volgens mij gaan we snipen. Dus dat wordt een probleem. Dat kan ik echt niet. Alright, hier. Paté. Ja, ja. Kom op. My good friends. Want this place clean. Wade, you tidy. Floyd, massage. No, I really don't. Do you want me to get my dick out again? No. Does anyone want that? No, you're right. Hey, bro, what's up? Oh, hey, bro, you're late. 9 years? Fucking late. You know, you're so late, in fact, that you have no right to call me bro. Is that clear? Shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. Kid idolized this. He's the creeps. Yo! Yo, Frankie, we were just talking about you. Oh, nattering. You know how it is. Yeah, whatever, man. So what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. You're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's... Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my command, master! Let's go, Junior!
Hey, Wade! Get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Oh. Hurry it up! We need some transport, don't we? Alright. Ik loop casually achteruit de trap af. Let's get in my vehicle. And drive to the bridge. Gaat iemand met mij mee? Ja, Frank. I'm dropping you on the Port City side of the Miriam Turner overpass, aight? Almost forgot. Here's the rifle with a thermal... with a thermal scope. Almost forgot. I was kind of sold on like a well-organized job, planned out, with Lester's weird eye for detail. I got an eye for details, kid. Little details like your brick of blow being drywall. Okay, man. I'm grateful for that, dog. But buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship into a harbor. Not really, kid. It's all about what's inside. Cool. So, what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil, and what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! So it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand, it's to shoot at people who try to stop us. Easy enough. Dus het zal nog wel spectaculair zijn als ze een containerschip gaan opblazen. Dat wordt boeiend. Oké, dit is de lookout point. Oeh, daar zie je het schip, denk ik. Hey dog, I'm in position. Let me know when you're ready. All right, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fuck it, Trevor. All right, I got you, homie. I got you. Hoe werkt dit ding? Snipe the guard. Ah, ik wilde 2-in-1. Damn it. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. I got 4 bombs to plant, kid. Look out for me while I do it. There's some serious manpower on this ship. Okay. First bomb, ready to go. I'm moving up to position 2. Volgens mij moet ik wisselen en dan... Ja, zo werkt dit. Oh my god, miss. Thank you. Is dat Michael? I think it is. Ah, ik heb een suppressor. Boop. That sounded weird. I'm investigating. This patrol is over. Looks clear. Rig the bomb. Stom dat hij niet op mijn minimap stond, volgens mij. Stick your bomb. Ja. Komt eraan. Second bomb's in place. Halfway there. Oké, terug naar mijn pistooltje. Hey, if this is Trevor's thing, why ain't he doing any other wet work? Does. He's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit. Clear for EOs over here. Alright. Pure concentration.
Komt er? Nou, het is zo irritant. We have PCOM sit negative. All clear on deck. Er komt iemand aan. Loopt iemand hier een patrol? Dus ik zou hem hier moeten kunnen opwachten. Ja, hij gaat nu naar rechts. Oh, dammit. Ah, oh, hij is nog niet dood. Nu is hij dood. Alright. Ik vind cover zoeken in first person zo irritant. I got him. Alright. Oh my god. Cut. That went almost completely wrong. God damn it. Oh my god. Waar's de boot? Oh my god, ik kan. Ah, oké. Okay. Hij is al binnen. Never mind. I'm not gonna screw around in here, alright? Waarom kan ik niet inzoomen? Ah, oh ja. R2. I got this. Oh my god. There we go. You are done. I got this. Als ze stoppen met bewegen. There we go. Oh, dit is zo kut met de controller. Well. Doet hij net een stapje naar rechts. Dat is echt zo typical. Ah, moet hij reloaden? Thank you. Hoe mist ik die? There we go. Oh my god, die! Oh, ik haat dit. Zo erg. Volgens mij zit er een helikopter voor mijn neus. Ik ga dood. Ik zie niks! Dit is zo annoying! Het is zo donker! Oh my god! Het is zo donker en dan met de controller schieten. Het is echt... ridiculous. Hey, more guys in the port, they see me, shit.
Come on. Het gaat beter. Ah, kom op. Hou hem net missen. Nee. Oké, okay, kom. Doe je beweging. Thank you. Waarom? Hoe lang duurt het om te reloaden? Oh my god. Wordt hij zo zweterig van dit soort. Oh my god. Als hij gewoon 1 centimeter verder doorliep. Ja, waar is die helikopter? Ah, zoom uit. There we go. Ah! Ik zie echt geen bal. Ik zie echt helemaal niks. Ik vind dit... Dat in- en uitzoomen vind ik zo irritant. Dat je daar R en, L en R2 voor moet gebruiken. Of L2 en dan de D-pad. Ah, precies ertussenin, hè. Kom op, dat was een arm. There we go. Die! Oh my god. There we go. Ik wil eerst die chopper. Waar is die chopper? Die komt er nu aan. Blijf. There we go. Oh my god, die. Oké, kom op, nog een keer. Oh, my. Laden. There we go. Ah, weer her- wat? Weer herladen. That didn't make any sense. Ik haat snipen. Ik haat schieten. Zeker met een controller, echt. Hoe is hij niet dood? Vertel mij. Oh my god. Ja, dit is echt ridiculous. I got him. Misschien. Ah, precies. Schiet! Oh, dit ding. Kom op, Michael. Je kan ze ook wel zelf. Oh my god. Nooit meer dit. Echt, ik heb gewoon zweet op mijn voorhoofd. Dat is echt niet normaal.
Oh ja, dit wordt leuk. Ga maar naar dat rode puntje toe. Zo donker. Het licht in mijn kamer helpt niet. Totaal niet. Oké, het is die kant op. Ik zie het. Oeh. Zwemmechanics zijn zo slecht. Alright, ik heb hem. Okay. Hey, what is this thing? It looks kind of sinister. If we knew what it was, it wouldn't be top secret or very valuable, would it? It ain't doing anything to the water, is it? I'm swimming around in this. Well, it could give you powers. Alright, we zijn er. Bijna. Dat schip. Oh, oh. Kunnen we maar beter onder water gaan. Maar, oké. Wap, stijg. Ah, dat ding zit al. Ik kan niet stijgen op de een of andere manier. Kom op. Here we go. Verder. Alright, bochtje. Survived the ship going down, so I can probably knock it around, right? Wat is er aan de hand? Come on. Stijg. Het is gewoon heel erg ondiep hier. Alright. Dit is echt dramatisch. Get ready to lift me out, Floyd. Oh my god. Stijg. Okay, there we go. Trevor, but shit, he got it done. Yep, let's hope so. Hey, is that Lester? What? Hey, man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates weren't busy making themselves enemies of the state. Woo! The FIB, Meriwether, IAA, you could fuck with them all day long, but... When you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! Hold on, man. A super weapon?
The Chinese, what? What you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking what? So they don't watch. They kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think. All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? All loaded up. Trevor? Great. Then you and the patient can take it all back. Right fucking now! So you mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again. Fuck! Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owed! What you gonna do, huh? I think of something. I gotta get Franklin some work, too. I'll take this. Yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! Nou, dat was een onverwacht einde. Niet helemaal natuurlijk, maar... Ja. 20 miljoen take. Volt sale kost min 20 miljoen. Blijft $0 over. Helaas. Oké. Ja, het enige jammer was dat het snipen. En die hoe heet zo'n ding? Onderzeeën was ook niet heel geweldig. Maar dat was de Meriwether heist. Uiteindelijk best een leuke heist. Alleen jammer dat je er geen geld voor krijgt. Nou, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan gaan we naar de FIB. Als ik me niet vergis, de B hier. En dus tot dan.